Hi, meneer Soudain Mohan. Hi, ik ben hele blij. Goedenavond. Goedenavond. Na een tijdje ben ik weer hier bij u. Vandaag is 14, no? Nee, morgen Valentijndag. Ja, toch. Hé, hey, Valentijn. Iedereen is mijn Valentijn. Hey, hoeveel Valentijn? Anders zijn ook mijn Valentijn. Mensen goed die me publiceren ook mijn Valentijn. Maar goed, ik ben blij. Hij dat je bent hier. En Dilay was jarig. Hij had gezegd wat in het vat is verzuurd niet. En hij heeft een woord gehouden. Dilay, bedankt namens Olive Voice. Bedankt. Bye, en je gaat aan andere mensen interviewen. Hè? Zeker weten, maar ja, wat gaat u doen met Valentijn? Mieke is er wel. Ik zet koffie voor ze morgen extra. Ik word vroeg wakker. Ik ga de vragen, schat, wat kan ik voor je doen? En die dingen. En ze moet echt in watten worden gelegd. Wat in de leg worden is zondag gaan we uit eten met het gezin. Goed zo. Ieder, laat het één. Moen vawaka. Ja? Alles. Ja, hij is verjaardag. Kuchbolie. Kuchbolie. Wat is voor je soepie en al? Van? Bhaiya, Bhaiyan, mi wan feliciteer Dilay aan mijn verjaardag. Mi briti van mij trakteer Oulu ook toe. Ik wens hem vele gelukkige en gezonde jaren na deze. Morgen Valentijndag. Ja, Valentijn heeft niets te maken hiermee, maar we zijn oude mensen. Maar. Dus u mag niet verliefd raken? Ja, oudere leeftijd lukt het niet meer. Dank u wel, hè. Verjaardag raha, doe ik een whisky daarin. Bedankt voor de felicitatie van Dilay. En dan vele jaren deze toe. Goed zo. Morgen 14 februari, hè? Ja, morgen 14 februari. En NDP komt met 58 zitten. Meneer Bont, hele goede avond. We hadden jarige. Ja, namens Miss Riffy en Club Ja. We feliciteren meneer Dilay alsnog. Hij was volgens mij in december jarig. Maar die tractatie wat in het vat is, verzuurt niet. En allemaal. Bedankt meneer Dilay. En mogen u lief langer en gelukkig gaan. En gezond leven. En gezond. Goed. Dank u wel, hè. Een fijne dag verder. U ook, ja. Nou, you go play party. Meneer Kanta, hele goede avond. Ja, ja. Kaho, hè. Wat je doet, meneer Dilay. We willen jullie papleiden. Geniet van, hè? Ja, man. Dank je wel. Beta Fawaka. Ehi. Jij kookt en jij verdeelt, hè? Ik doe mijn best. Ja, dank je wel. Het eten was lekker. Dank je. Ja. Meneer Barossa, bent u steeds wachtend op die 50 euro? Ja, op die 50 euro. En ik zie dat ik binnen ben gehaald om vandaag te filmen. Dus ik ben heel blij dat we de oude ploeg weer hebben. Okay. Dus na lange tijd zie ik u weer filmen. Dus ik vind het heel leuk dank dat u terug bent in huis. Ik ben van huis. Dus ik kan. Dit is mijn thuis, hè? Ja, maar u was een tijdje weg. Dus vandaag zie ik dat u speciaal binnen bent gehaald. Ik ben heel blij. Dank u wel. Meneer Bert, hele goede avond. Goedenavond. Hoe was de dag vandaag? Is heel het goed. Toch? Ik ben bezig met Domino. Maar ik wil meneer Dilay alsnog bedanken voor die verrassing, tractatie die hij verzorgt. Wil ik hem bedanken namens Olive Boys. U ook bedankt. Ja, ik vind het alsjeblieft. Gewoon boekeren. Meneer Gijs. Ja. Hele goedenavond. We zijn er weer samen. Ja. Het is donderdag. De eenheid is altijd zo gebleven. En het gaat ook zo blijven. De samenhorigheid dit wordt tentoongesteld hier voor de zoveelste keer. En gezellig zijn we bij elkaar hier en maken we tot een onvergetelijke avond zoals de vele andere avonden. Ik dank u zeer. En ik moet de heer Roy Dilay bedanken voor haar bijdrage in verband met zijn jaardag. Mogen God jou zegenen en goede gezondheid geven. Dank u wel, hè. Dat is goed, bedankt. Goed en gefeliciteerd, Bhai Dilay. Ik ben blij. Die tractatie was op jouw jaardag, maar toevallig we hebben het vandaag gedaan. Dank je wel nogmaals. Ik kan het ook niet. Ja, ik ga het.
Nou, bedankt meneer Delay. Na veel jaren bezig. En ik hoop dat je soms donderdag moet komen bij ons. Meneer Praan, hele goedenavond. Goedenavond. Het is weer vandaag. Vandaag is 13, morgen 14. Morgen is welke dag? Valentijnsdag. Valentijnsdag. Wat gaat u doen met Valentijn? Kort even. Kort? Ik weet nog niet, maar misschien gaan we uit eten. Anders ga ik naar de televisie. Dingen. Naar televisie kijken, naar een film. Bachman. Daarin heb ik een mooi lied van Valentijn. Van Amitabhetje. Ja, dat heeft te maken wel iets met een relatie die in stand houdt. Ja, ja, goed, dank u wel. Goedenavond, bij jou. Ja, wat moet ik zeggen? Wat jij moet zeggen? Ja. Ik zal je niet vertellen wat je moet zeggen. Mijn groeten iedereen, okay. Alle kijkers en de mensen al het best. En een mooie Valentijndag voor iedereen. Dank u wel morgen, hè? Ja. Dank je. Ik zie een meneer Mohan. Ja, meneer Mohan. Alleen maar Mohan zie je. Ja. 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 Kijk. Meneer Mohan. Ja. Ik zie je nu hier vandaag. Ik ben een beetje blij. Om hij wil even ik ben een beetje kijken. Verbaasd. Ja. Ai, ik voel me hier heel lekker. Ik was even een paar dagen terug in de Marnie en bepaalde mensen hebben me benaderd. Je moet komen. Je komt niet alleen voor je zo gezellig en zo. Ik ben komen, ik voel me helemaal thuis. Maar het punt is, we zijn allemaal mensen moeten eten, drinken, genieten. En het leven gaat door. Dus ik kom van Marnie en ik ben even gestopt. En ik vind het zo gezellig, zo leuk. Alles is zo goed. Weet je wel? De organisatie, alles is zo. Ik heb begrepen dat er een jarige was. Ik heb ook een shot gedronken en zo. Dat is helemaal geen probleem. Maar ik voel me gewoon Ik dank u zeer. Is gezellig. Ja, dank u. Reyes, hele goedenavond, jongen. Goedenavond. U bent er vandaag hier bij Olive Boys. Ja, reden waarom dat ik hier ben, er was een jarige. De heer Delay, die heeft gesponsord en spontaan. Het is ook een lid van ons, van voor ons, door ons. Maakt niet uit dat hij van een andere vereniging is of wat. Maar we zijn samen gevoed als klein jongen, dus alles gaat normaal. Ik zal hem heel trots en willen bedanken. Op mijn manier, van ja, lang zal hij leven en ja, het woord zet moeten zetten dat hij met ons zit te participeren. En wij ook een heel goede binding met hem hebben. Het moet niet gaan uitmaken van dat wij een andere vereniging hebben en ja, hij heeft ook een andere vereniging. Maar de samenbundeling is heel goed, is heel spontaan en het is voor ons, door ons. Dus dat was het voor mij kortbondig en zakelijk. Ja goed, dus vieren wij vandaag zijn jaardag. Met ons allen. En lang zal hij leven, de Heer zal hem lonen met 100 jaar. Goed, dank u wel. Tandelijk deze regering nog aanzet, ondanks zo'n financiële probleem in het land, dat ze geld weggehaald hebben van het volk, gestolen hebben, dat ze nog zitten. En dat andere mensen durven om te zeggen dat de president er niets van weet. Is belachelijk, hè? Is heel belachelijk. Wanneer hoeft dat het weet? Dit is Rolly Mohan. En met zijn commentaar. De journalisten hier, ik begrijp ze niet hoor. Wanneer er gezegd wordt dat er producten en goederen en dit en dat zijn gekocht. Wat zijn met die gelden dan gebeurd? Want je verkoopt een aardappel hier toch? Wat gebeurt er met die gelden? Waar zijn die Surinaams gelden gestort op de rekening? Van iemand? Laten we precies weten. Je kan mooi komen zeggen die gelden zijn besteed voor de samenleving en voor diensten. Wanneer je voor benzine hebt betaald. De tegenwaarde krijg je toch in Suriname. Waar zijn die gelden? Dus ik begrijp die journalisten ook niet die daar waren. Hoor. Maar goed, ik denk dat we vanaf volgende week op het radiostation een half uurtje bezig zullen zijn. Omdat de samenleving gevraagd heeft naar interview van ons. En dat zal gedaan worden vanaf volgende week via een plaatselijke radiostation. Ja? Laten we hopen dat we meer duidelijkheid kunnen brengen voor de samenleving in kwestie. En ik kan u één ding zeggen, het is niet twee wat de president zegt, 100 miljoen.
Kijk, Palani zegt 200 miljoen. Ik kan u zeggen, het is 287 miljoen. Dat is het tot nu toe, denk ik. Laten we hopen dat het niet zo is. Laten we hopen dat het niet zo is wat ik zeg. Dat was het voor vanavond. Nee, ik wil u nog een vraag stellen, meneer Mohan. Het geld, de dollar, stijgt, jongen. Maar dat hadden we toch ongeveer 10 maanden terug hier al gezegd. Toen we hier kenbaar hadden gemaakt wat bij Centrale Bank zou gebeuren. Hadden we direct daarna gezegd dat de koers gaat stijgen. En vandaag is het 10. Ons prognose was 10-11 voor de verkiezing. Gaat het door? Wat denk je hier? Natuurlijk, ik denk dat het 11-12 daartegen zal leunen. Men kan geld proberen te stoppen, maar dat is tijdelijk. Ja? Tot de verkiezing willen ze bepaalde zaken toch wel beïnvloeden. Maar het gaat niet lukken. Ja, het gaat niet lukken. Wat gebeurt er met het volk? Nou, wat anders dan Pinaren. Pinaren en nogmaals Pinaren. Hoe dacht u dat er een oplossing hierin moet komen? Een nieuwe regering, een andere regering. Geloofwaardige mensen. Geloofwaardige partijen. Mensen waarop je toch wel kan rekenen. Maar niet deze mensen. Vanaf het begin hebben we gezegd, zijn een stelletje. Mensen die gewoon aan de macht zijn gekomen om geld te maken. Zichzelf te verrijken. Ja. Ze verrekenen zich niet om geld te maken, want het geld verdampt wordt gezegd. De vraag is ook, er is een heli gekocht. Ik kan u zeggen, deze heli kan vliegen vanaf Suriname naar Venezuela rechtstreeks, zonder tussenlanding. Ja? En van Venezuela verder tanken naar Cuba. Het is een heel goede helikopter. Waarvoor het gebeld is, waarvoor het gekocht is, weten we nog niet. Wat voor boodschap hebt u aan het volk? Terwijl wij zo pinaren hier en gelden worden gestolen, worden er dure helikopters gekocht. Waarvoor? We hebben toch helikopters die tot die Nikeri kunnen gaan en tot onze grenzen van het land? Of heb je andere bedoelingen met deze heli, welke je gekocht hebt? Ik weet niet of het van de staat is. Er wordt ook een andere naam genoemd van een particulier. Dus laten we kijken wat het is. Openheid van zaken moeten we krijgen. Het gaat om een helikopter. Ja? Die een grote afstand kan afleggen. Dat was het. Beste mensen, dit was meneer Rajkumar Rolly Mohan voor vandaag en tot volgende week. Maar u hebt net vernomen van hem. U krijgt meer informatie. Wekelijks, 2 maal dacht ik, of 1 maal weet ik nog niet. Maar helemaal goed geïnformeerd. Informatie via via de media. Dank u zeer. Tot volgende week, donderdag. Dank u wel.